Beste vrienden, even uitleggen hoe voice kopiëren van een keyboard. Ik doe het op een PSR-S 59, maar in principe is hetzelfde op een Tegos 1 tot en met 5. Behalve de knoppen staan wel op andere plaatsen. Maar dat zal wel lukken. Dus kopiëren van voice op een USB-stick voor over te brengen op een ander keyboard. Kunnen gewoonweg hier de voice selecteren. Ik neem deze hier als voorbeeld. Ik doe kopie. 1 is geselecteerd. Doe ik oké, dan selecteer ik 1. Maar we gaan in ons geval alles selecteren. En dan op oké klikken samen. Dan komen we naar de USB-stick. Ik neem bijvoorbeeld voice. Eendert waar, ik zit op de USB-stick. We gaan een folder aanmaken. De folder gaan we bijvoorbeeld A noemen. Dat is gemakkelijk terug te vinden. Oké. We hebben dus de folder AAA. We gaan hem selecteren. En wat doen we? Paste. Zo simpel is het. Alsjeblieft, al de voice staan nu op mijn USB-stick in onze folder AAA. Dus we gaan eens terugkomen. We kijken naar AAA. Alles zit erin. Dus nu gewoon de stick eruit trekken in de andere keyboard of eventueel op jouw computer. Dan kan ze dan kunnen ze daar ook opslaan. Heb je ze altijd voor later, kunnen ze eventueel op internet delen met andere mensen. Alsjeblieft, dit was het.